Nou, de wedstrijd uh, Sporters tegen Blauw-Geel 38 slash Jumbo. Zeggen we wel, ja. Zien we ineens uh, Laurens van de Voort weer in, het, in de basis. Ja. Hoe dus voelde dat? Het voelde lekker. Ja. Echt, een, echt een tijd geleden. Ik uh, denk in de voorbereiding, uh, wat ik net al zei, voor de laatste 90 minuten gespeeld. Daarna veel gebaseerd geweest. Een paar invalbeurten, maar dit is echt lekker om weer gewoon uh, om weer ja. lekker op het veld te staan. Ja, je, speelt, je speelt niet slechter, moet ik zeggen. Je, 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 je was overal... Uh, Niks was te gek. Nee, nee dit is hoe ik, hoe ik het liefst speel. Ja. Lekker links-centraal. Uh, speelde met een, brok, een blok van drie uh, achterop. Ja, volgens mij liep het hartstikke goed. We hebben weinig weggegeven. Uh, Blauw-Geel was geen slechte voetbal. Uh, geen slecht. Of nee. zo. Ze nee. voorin niet. Nee, er zaten een paar snelle jongens voorin. Vooral die buitenspeler was erg snel. Ja. En uh, ja, je ziet bij het eerste doelpunt ook, ze leggen hem erachter. Wat ja. gebeurde er precies bij die, in de tweede minuut? Ja, volgens mij was het aan de zijkant dat we uh, de bal verloren. En. Uh, die middenvelder legt hem achter de verdediging neer. Ja, die... bleef een beetje hangen volgens mij. Een beetje hangen daar, ja. En, en het schoot hem knap binnen, moet ik zeggen. Hoor. Ja. Wat ja. zei de trainer de tweede helft? Dat we op dezelfde voet moesten doorgaan. Uh, ik denk na tien minuten speelden we ook een hele andere wedstrijd. Uh, meer ons eigen spel. Er was meer spirit. Er, was, uh, ja, er werd getrokken uh, om de... stijl op te pakken. Ja, we gingen meer voetballen. En uh, ja, dat hebben we doorgezet in de tweede helft. En dan, dan valt hij gelukkig in de negentigste minuut nog. Kun je dat nog een beetje volhouden, de laatste minuut? Ik moet zeggen, in minuut 60 had ik ook ramp. Ah, we, we gaan het niet zeggen, we zeggen het niet door ook. Nee, maakt niet uit, mag. Ja. Hey, maar wat houdt het in voor volgende week? Uh, ja, dat is aan de trainer, maar ik hoop dat ik weer... Volgende week zijn we vrij, maar... Uh, nee, volgende week zijn we niet vrij, toch? Dertiende? Nee, volgens mij niet, volgens mij hebben we inhaalt, toch? Nee, dat is in maart, toch? Nee, dat is volgens mij nou... is dat volgende week? Volgens mij is dat volgende week. Ik dacht dat hij naar maart gegaan was. Oké, okay. hey, maar uh, ja, dan wordt het natuurlijk weer spannend. Ja, ik hoop dat ik weer mag spelen. Dat ik weer van de partij ben. Dus, uh... maar mag je het zelf wel? Ik hoop het wel. Ja. Ik ken nou niet buiten je natuurlijk. Ik hoop het niet. Nee, nee. nee. Dat komt wel goed. <laughs> hey, geniet je van vanavond nog. Dankjewel. Uh, volgende week weer. Ja, volgende week zijn uh, we er uitzien. weer. Komt ja? goed. Dankjewel. Oké. Okay.